Hallo mensen, deze keer maak ik weer een orgel. En niet zomaar een orgel, ik maak er een pijporgel van. De vorige video, heb je dit orgel gezien. Als je dit orgel nog niet gezien hebt, kijk dan nog even naar deze video. Voeg een leuke reactie toe, een like en abonneer. En ja, dit is het orgel. En dit orgel bestaat eigenlijk uit een platformpje en twee losse onderdeeltjes. Nou, nu heb ik een grote platform gepakt. Dit is 6x6. Maar dit is 4x6. En we gaan dus hier zo een soort pijp achter maken. Maar dat gaan we niet met dit orgeltje doen. Dit orgel gaan we niet gebruiken. Dus we gaan dit orgel gebruiken. Kijk maar mee. We zetten eerst het orgel op het platform. Even een beetje aanduwen, want het blijft niet goed vastzitten. En dit is hetzelfde orgel als dat van net. Je ziet geen verschil. Alleen aan de achterkant zie je wel verschil. Doen we deze even weg. Hebben we hier zo aan de achterkant. Misschien weet je het al. Hierachter moeten de pijpen komen. Hier zo. Deze zijn hol van binnen. Je doet met de holle kanten tegen elkaar. Dat hij van binnen hol is, maar van buiten is hij gewoon een muurtje. Dan doe je dat hier. Een 2x6. Sorry, ik ben een beetje verkouden. Je hebt 4 grijze tweetjes. En 2 witte. Even kijken, even opzoeken. 2 witte. En 4 grijze. Je pakt eerst de 4 grijze. Die doe je op het hoekje. Hier op een hoekje. En hier op een hoekje. Hier in het midden. En nog één in het midden. Heb ik 2 witte. Hier één. Hier één. Maar Robert, dit zijn toch geen pijpen voor een orgel? Nee, het zijn inderdaad geen pijpen voor een orgel. Maar hier zo heb je schuin lopende roostertjes. Je hebt 2 grijze schuin lopende roostertjes. En 4 zwarte. Dan pakken we eerst de 4 zwarte. Dan. De zwarte doen we op de grijze, dus eerst de buitenkant. Nu op de binnenkant. En dan hebben we nog 2 grijze over. Die 2 grijze doen we op de witte stukjes. En dan is het nu al klaar. Je ziet het verschil. Dit is best anders. Maar misschien zeg je, dit is wel heel erg leeg. Dan haal je dit eraf. Deze. En dan wil je ze nog met van die nopjes. En dan maak je daar bijvoorbeeld een orgelboekenstandaard. Dan kan je het opvullen. Dit was mijn video. Like en abonneer. Voeg een leuke reactie toe. En dan zeg ik maar later.